de visie van Sint, dat is het braafste jongetje van de klas. Je ziet niet eens wat. En wat nog geestiger is, was afgelopen maandag in Pound, gingen ze met een affiche van de film gingen ze achter zien en lieten ze dat aan kinderen uit de doelgroep zien. En die kinderen die zijn zonder uitzondering leuk, mooi, wat een fantastisch mooi paard, vet, gaaf, cool. Geen enkel kind dat waar dan ook maar aanstoot aan nam. Geen kind van 3, geen van 4, van 5, van 6, van 7, van 18. Meesterlijk, had niet beter gekund. Is er geen enkel moment geweest dat jij dacht van ja, we schoppen hier toch wel tegen dat grootste sprookje van Nederland aan? Nee. Nee, het is natuurlijk te gek voor woorden dat je als ouder een kind 7 jaar voorliegt. En dan, als het zo rond de 8 is, dat je dan zegt, ja, maar het is eigenlijk, moet je wat vertellen? Wij zijn het. En die man bestaat niet. Dat als mensen zich nou eens druk zouden maken over geestelijken die aan onze kinderen zitten, dan zou dat veel, dat zou ik veel meer in de lijn vinden liggen. Maar we wachten de commissie Deetman rustig af. Hè. Die doen dat onderzoek en die doen dat ongetwijfeld heel goed. En dan verdwijnt er weer wat onder het tapijt als het echt belangrijke mensen betreft. En dan is er zoveelste rel in de kiem gesmoord. Maar dit is helemaal geen rel, het gaat helemaal nergens over. Onzin. Matennaaierij van Johan Nijenhuis. Zo werd het vanochtend genoemd door een journalist van de NRC. En daar kan ik me wel bij aansluiten. Ja.